Er zijn drie zaken belangrijk. Ten eerste de aankoopprijs, uiteraard. Ten tweede je zelfverbruik, dus de mate waarin je je eigen geproduceerde stroom meteen zelf kunt verbruiken. En ten derde de oriëntatie van de panelen. Op het zuiden is optimaal, maar ook oost-west is nog prima. Dat zijn de sleutelfactoren voor het rendement. Reken voor de aankoopprijs gemiddeld op 1250 euro per kilowattpiek. Alles inbegrepen. Betaal zeker niet meer dan 1500 euro per kilowattpiek. Hoe bereken je dan de prijs per kilowattpiek? Wel, de offertes van installateurs vermelden normaal het totale vermogen van de installatie, uitgedrukt in die kilowattpiek. Deel de prijs uit de offerte door dit aantal en vergelijk de offertes op die basis. Voor een nieuwe installatie kun je in Vlaanderen bovendien aanspraak maken op een investeringspremie. In 2022 gaat het om 300 euro per kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek en vervolgens 150 euro per kilowattpiek tot maximaal 6 kilowattpiek. Brussel keert dan weer groene stroomcertificaten uit met een waarde van iets meer dan 200 euro per geproduceerde 1000 kilowattuur. En dat gedurende 10 jaar. U krijgt ook een terugleververgoeding voor de stroom die je niet zelf verbruikt, maar op het net injecteert. Daarvoor krijg je tussen 10 en 20 eurocent per kilowattuur. Als je een doorsneeprijs betaalt voor jouw zonnepaneelinstallatie, mag je momenteel uitgaan van een rendement van 4 tot ruim 6% over 20 jaar. In Vlaanderen heb je je panelen zo terugverdiend in 6 tot 11 jaar, in Brussel in slechts 5 tot 7 jaar. Als de stijging van de elektriciteitsprijzen van eind 2021, begin 2022 zich verder zet, kan dit de terugverdientijd nog inkorten en het rendement verhogen.